En ik wil aan jullie vragen of jullie een heel hard applaus willen geven voor Ellie en Rieke. Jullie hebben net opgereden in Elburg achter de rug in het Huiken. Een band met Elburg? Of, want jullie komen hier vaker, begrijpen. We zijn hier in de loop der jaren regelmatig geweest. Ja. Vroeger hadden we goede vrienden die woonden hier. Die wonen hier nu niet meer. Maar het is sowieso, Elburg is natuurlijk prachtig, het oude centrum. Ja. Het is een unieke plek in Nederland. En we komen hier graag spelen. Het Huiken is ook een mooi centrum, een goede zaal. Oké, heel goed. Dan gaan we het aan de anderen leren. Dan gaan wij zo gezegd voorzingen en dan zingen zij ons na. En dan gaan jullie al een tijdje mee natuurlijk. Er zit hier publiek, het zijn ouders met kinderen. Van de ouders misschien ook wel vroeger jullie muziek hebben geluisterd en nu hun kinderen. Ja, dat klopt. Proberen jullie nog tijdens het optreden om die beide doelgroepen allebei te bereiken? Nou, we denken natuurlijk in de allereerste plaats aan de kinderen zelf die er zijn. Hè? Ja. Zo van de basisschoolleeftijd tussen 4 en 12. Maar je ziet wel bij de ouders die zelf dan... 20, 30 jaar geleden met die liedjes zijn grootgebracht, dat het bij hun ook wel weer dingen losmaakt. Ja. En wat we wel doen, is een combinatie doen van de meest recente liedjes en de wat oudere uit die begintijd. En vooral die herkennen ze natuurlijk. Ja. We zijn bij Ellie en Rickert geweest hier in het Huiken in Elburg. Jullie verzorgen de boeking voor Ellie en Rickert. Hoe moet ik het zien? Nou, de boeking, wij zijn eigenlijk een landelijke organisator. We merkten dat er steeds minder mensen zijn die eigenlijk concerten willen organiseren. Omdat ja, je moet toch vaak garant staan voor een bepaald onkostenbedrag. Het is best veel werk, hè? Persberichten versturen, posters ophangen, nou, eventueel advertenties zetten. Nou, toen hebben wij het plan opgevat samen met de organisatie Events for Christ van mijn broer uit Aalsmeer. Om een landelijke tour met Ellie en Rikke te organiseren en daar ook gewoon veel voor te adverteren. Advertenties zijn natuurlijk erg duur, maar het grote voordeel is als je natuurlijk zeg maar meerdere concerten doet, meerdere plaatsen tegelijk, als je dan een advertentie zet, kan je dat natuurlijk qua kosten spreiden over een aantal concerten. Nou, dat is eigenlijk het plan geweest. Nou, we hebben gezegd we gaan dat proberen. En nou, natuurlijk, dit is het tweede concert. Het eerste concert wat we hadden in Maarssenbroek, nou, dat was goed bezet. Vanmiddag hadden we een uitverkochte zaal, dus nou, we zijn tot op dit moment best wel enthousiast over de tour. Yeah.